Door een goed beheer van je hulpbronnen krijg je een ware productiviteitsboost. Het hulpbronnenbeheer geeft je namelijk toegang tot meerdere bibliotheken en bestanden. Dit allemaal vanuit slechts één uitgebreide interface. Dit is inclusief bibliotheken die online worden gehost en deze mogelijkheid tot organisatie zijn een groot onderdeel van het gebruik van het hulpbronnenbeheer en valt niet meer weg te denken uit een goede workflow. Het hulpbronnenbeheer kan snel worden geopend met de sneltoetsencombinatie Ctrl-R of Command-R op Mac. Standaard is de optie automatisch verbergen ingeschakeld, maar je kan makkelijk het hulpbronnenbeheer uitvouwen door op het pinnetje bovenaan de balk te klikken. Eens je hierop hebt geklikt, staat de uitgeklapte weergave vergrendeld. De bovenste balk bevat verschillende opties. Het linkergedeelte is de navigatiekolom, het midden geeft de hulpbronnen weer en de rechterkant toont weergave van het object plus alle gegevens die aan de geselecteerde hulpbron zijn gekoppeld. We beginnen met de balk bovenaan linksboven. De eerste set icoontjes zijn filterknoppen. Deze bepalen welke bibliotheken zichtbaar zijn in de navigatiekolom links. De eerste knop schakelt de weergave van de standaard Vectorworks-bibliotheken die met Vectorworks worden geleverd, aan of uit. De tweede toont of verbergt de werkgroepbibliotheek die is opgeslagen in je werkgroepmap. De derde knop regelt de weergave van de gebruikersbibliotheek die is opgeslagen in je gebruikersmap. En de vierde knop regelt de weergave van je favorieten. De laatste optie regelt de weergave van eventuele abonnementenhulpbronnen die worden meegeleverd met bijvoorbeeld Vectorworks Service Select. Wanneer al deze opties zijn uitgeschakeld, zie je enkel nog de hulpbronnen van de momenteel geopende bestanden. Het actiemenu zorgt voor het beheer van hulpbronnen en favorieten. Doorblader document laat je toe om snel de hulpbronnen van een bepaald document te bekijken, zonder dat deze aan je favorieten worden toegevoegd of het document wordt geopend. Je zal zien dat er links in de navigatiekolom een sectie is bijgekomen, genaamd doorbladerd document. Het weergegeven bestand blijft hier staan totdat je een nieuw bestand doorbladert, maar het kan worden bewaard wanneer je het toevoegt als favoriet. Met de volgende optie kan je bestanden als favoriet toevoegen of verwijderen uit je favorietenlijst. Je kunt ook gemakkelijk favoriete mappen maken voor een snelle organisatie van complexe bibliotheken met verzamelde favoriete bestanden. Bibliotheken bijwerken vernieuwt automatisch alle hulpbronlocaties en zorgt ervoor dat je scène en alle inbegrepen objecten, stijlen en kenmerken die mogelijk aan deze bibliotheken zijn toegevoegd sinds de laatste keer dat Vectorworks werd gelanceerd, worden geüpdate. Dit gebeurt automatisch bij opstart, maar kan dus via hier ook handmatig worden gedaan. De optie download indien nodig ook de zogenaamde hulpbronnencatalogussen. Dit is een kleine index van alle beschikbare bibliotheekbestanden, die niet enkel de beschikbare bibliotheken opsomt, maar ook mooie gerenderde pictogrammen bevat. Dit betekent dat je bibliotheken kan doorzoeken die niet eens op je computer zijn geïnstalleerd. Een snelle kleine opmerking. Bibliotheken kunnen op verschillende manieren worden gedownload en geïnstalleerd. De eenvoudigste methode is om via het helpmenu op installeer bibliotheken te klikken. Klik vervolgens op Installeer alles in de rechterbovenhoek. Hiermee worden alle hulpbronnenbibliotheken die beschikbaar zijn voor jouw specifieke module van Vectorworks gedownload en geïnstalleerd. Wanneer je ze echter niet allemaal wil installeren, dan zal je merken dat de bibliotheken die gedownload dienen te worden een klein icoontje weergeven. Dit zowel in de navigatiekolom als op de hulpbron zelf. Als je er een rechter muisklik op doet, dan zie je de optie Downloaden en Installeren verschijnen. Je kan ook een gewenste hulpbron in het document slepen of importeren en Vectorworks zal dan automatisch de benodigde bibliotheek beginnen te downloaden. Dit geeft je wat meer controle over het eventuele dataverbruik van je internetabonnement. We gaan verder met de verschillende opties in de bovenste balk van het hulpbronnenbeheer. Openen zal natuurlijk het geselecteerde bestand openen. En toon een verkenner of toon een finder op Mac zal de map op je computer openen waar het bestand is opgeslagen. Met de twee pijltjes kan je snel navigeren, vergelijkbaar qua gebruik met de pijltjes in de Windows verkenner of de finder op Mac. Ze brengen je naar de vorige of volgende locaties die u aan het bekijken was. Als volgende hebben we de home knop.
Wanneer we hierop klikken, zal je onmiddellijk terug worden geleid naar het actieve document. De E-niveau omhoog knop kan je gebruiken om bijvoorbeeld tijdens het doorbladeren van een bestand met een complexere mappenstructuur terug te navigeren naar de bovenliggende map. Via de drie weergaveknoppen kan je kiezen uit een weergave die enkel uit miniaturen bestaat, een lijstweergave of een lijstweergave met miniaturen. Deze zijn van toepassing op de weergave van het middelste gedeelte van het hulpbronnenbeheer. Als volgende hebben we de verschillende soorten filters die je kan toepassen op de weergave van je hulpbronnen. Deze kunnen namelijk worden gefilterd op type. Je kan kiezen voor alle hulpbronnen. Deze laat dan ook meteen alle hulpbronnen zien in het geselecteerde bestand of map. Maar je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om enkel symbolen of lijnarseringen of motieven enzovoort te bekijken. Een van de beste functies echter is de zoekfunctie. Vanaf hier kan je zoeken naar elk type hulpbron dat het hulpbronnenbeheer bevat. Standaard doorzoekt deze functie alles, inclusief alle geopende bestanden en alle beschikbare bibliotheken. Maar je kan dit ook beperken tot bijvoorbeeld enkel het geselecteerde bestand. Met de Ook in Records optie kan je ervoor kiezen of al dan niet, ook de records die gekoppeld zijn aan objecten worden doorzocht. Hierdoor wordt het makkelijker om naar objecten te zoeken, indien je op voorhand al zou weten dat er bepaalde recordvelden zouden bestaan met de gewenste zoekterm. De linkerkolom is een lijst van de bestanden waarin je hulpbronnen zich bevinden per categorie. Deze kunnen worden uitgeklapt of toegeklapt, op dezelfde manier zoals de methode die wordt gebruikt in het organisatiedialoogvenster of het navigatiepalet voor klassen of lagen. Deze linker navigatiekolom geeft je een directe en eenvoudige toegang tot alle belangrijke locaties zoals standaardbibliotheken, werkgroepbibliotheken, favorieten enzovoort. Wanneer je een rechtermuisklik doet in het middelste gebied van het hulpbronnenbeheer, krijg je via weergave dezelfde drie weergaveopties ter beschikking, zoals die van de bovenste balk die we eerder al hebben besproken. Sorteer op werkt anders, afhankelijk van welke hulpbronnen worden weergegeven. Wanneer je slechts één type hulpbron weergeeft, zoals bijvoorbeeld lijnstijlen, kan je enkel kiezen voor een oplopende of aflopende weergave op basis van de naam van de hulpbronnen. Wanneer je gefilterd hebt op alle hulpbronnen, kan je naast de naam ook kiezen voor een oplopende of aflopende weergave van de types. Wanneer we een rechtermuisklik doen op een hulpbron zelf, krijg je contextgevoelige keuzes te zien. Verschillende hulpbronnen hebben namelijk verschillende opties. Gebruik zal de kenmerken van de hulpbron toekennen aan bijvoorbeeld een geselecteerd object. Bewerk zal het bewerkingsdialoog openen van de geselecteerde hulpbron. Dit dialoogvenster zal er anders uitzien afhankelijk van het type hulpbron. Je kan de hulpbron hernoemen. Verwijdert de hulpbron uit het momenteel doorbladerde document. Wanneer de hulpbron reeds in gebruik is in je bestand, zal Vectorworks vragen wat te doen met deze objecten. Dupliceer maakt een kopie van de geselecteerde hulpbron met een licht gewijzigde naam. Meestal door een 1 of 2 achteraan te plaatsen. Dit is vooral handig wanneer je een iets andere variant van de geselecteerde hulpbron wil. Hulpbronnen kunnen voorzien worden van een label met een invoerwaarde naar keuze. Dit maakt het makkelijker om terug te vinden via bijvoorbeeld de zoekfunctie. De labels verschijnen vervolgens in het datavenster rechts en kunnen op elk moment worden bewerkt. Je kan dit doen voor één object, maar ook tegelijk voor meerdere objecten. Verder heb je nog de optie om hulpbronnen te exporteren naar een bestand naar keuze. Dit kan handig van pas komen wanneer je de hulpbron wilt delen met een ander project of als je het wilt toevoegen aan een zelfgemaakte bibliotheek, zonder dit document te hoeven openen. Het middelste venster is ook de plaats waar je makkelijk bronnen kan organiseren. Je kan één of meerdere types hulpbronnen selecteren, er mappen voor maken en vervolgens de gewenste bronnen in de mappen in het middelste deel of de linkse navigatiekolom te slepen.
De rechterkolom van het hulpbronnenbeheer geeft specifieke kenmerken weer van de momenteel geselecteerde hulpbron. Het bevat onder andere een gedetailleerde voorvertoning in hoge resolutie van de geselecteerde bron. Het formaat van deze kolom kan worden gewijzigd door te slepen met zowel de verticale als horizontale balken onder en links van de voorvertoning. Dit laat je toe om een iets ruimere weergave te bekomen. Afhankelijk van het type hulpbron heb je enkele weergaveopties voor de voorvertoning, evenals de opties weergeven een draadstructuur, open GL of verborgen lijnen verbergen. Het gegevensvenster toont ook alle records of labels die aan de geselecteerde hulpbron zijn gekoppeld. Vervolgens heb je nog enkele knoppen met opties om de weergave van het hulpbronnenbeheer nog wat extra hoeveelheid aanpasbaarheid te geven. Zo kan je ervoor kiezen om de linker- of rechterkolom te verbergen indien je deze even niet zou nodig hebben of extra schermruimte wilt terugwinnen. Niet alleen dat, maar wanneer je de grootte van het palet wilt verkleinen, zal je zien dat wanneer je aan het verschalen bent, het hulpbronnenbeheer zich automatisch herorganiseert, ongeacht hoe klein het wordt. Zo blijft het nuttig en makkelijk om mee te werken. Zoeken is het laatste functionele element dat bovenaan blijft staan wanneer het venster is gereduceerd tot een kleiner formaat. Omdat dit op zichzelf het meest veelzijdige en vaak belangrijkste element van de interface is. Je kan echter nog steeds makkelijk toegang krijgen tot de rest van de opties door op de pijltjes rechts van het zoekveld te klikken. Je ziet de bedieningselementen van het hulpbronnenbeheer niet enkel terugkomen in het hulpbronnenbeheer alleen, maar ook in vele andere plugin-gereedschappen binnen Vectorworks die afhankelijk zijn van hulpbronnen, zoals bijvoorbeeld marionettenknoppen, planten en zo verder. Allen hebben ze een miniatuurversie ingebouwd van de interface van het hulpbronnenbeheer in hun methodebalk. Dit betekent dat je in wezen het hulpbronnenbeheer in kwestie in vele scenario's niet eens constant hoeft te openen. De meeste opties zijn namelijk op zo'n manier gerepliceerd en geconfigureerd dat ze logisch zijn voor het specifieke gereedschap. Het hulpbronnenbeheer biedt dus niet enkel voordelen tijdens het maken en beheren van bibliotheken, maar versnelt ook het proces om te werken met verschillende gereedschappen die afhankelijk zijn van bepaalde hulpbronnen. Wederom bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in een volgende video.